zijn in het garage van Christina Pim. Achter mij is Mike. Goeiedag, man. Ik zou die fucking muziek even uitdoen, dat is gewoon... Oké, what's up? We zijn dus in die garage. Het is hier leeg op zondag, maar de deur stond nog open. Er ging net een oud vrouwtje weg met zijn auto. Ik weet niet waarheen, hoe je ons ziet. Maar we moeten wel een beetje stilletjes zijn, anders hoor je dit. En dat komt niet goed op de camera. Je hoort het. Ja. We horen Niels. Spookt hier. Spookt hier echt serieus. Overal lampen, zijn camera's. Maar zolang je niks vernielt, kan er niks gebeuren. Niet veel. Maar dus, we zijn dus in het centrum met, hoe heet je ook nou? Mike Snippen. Van Mike Snippen, ja? Ja. Mike Snippen op YouTube. Oh my god, ik vind die echt scary. Nee. En, dus wij zitten gewoon even een beetje te filmen. Ik vind het wel cool. Ja, afgesproken. Ja. Lollig. Oké, laten we een stukje lopen. Ja. Fuck jongens. Eens kijken. Wacht, ik film jou. Ik film jou. Nou, mijn school is best eng. Ik weet ook niet wat we gaan doen. Best donker. Ik voel het zelf ook komt van een blik erin. Ik weet het zelf aan het licht ofzo. Ik weet niet wat. Het galmt heel erg. Echt wel. Echt, een dikke vette echo. Sommige lampen knippen een beetje, sommige niet, dan weer wel. Daar de uitgang, kun je wel zien. Ja. Daar, die gaat, het is nu zondag, die is dicht. Maar als je goed kijkt jongens, zie je er bovenaan bij het uitgangsbordje, maar kun je het niet goed zien, zit de camera, dus dan gaan we maar beter niet langs, hè. Ja. Dus. Het is echt fucking eng hier. Ik bedoel van, nee mama. Maar je snapt wat ik bedoel. Het kan een beetje donker zijn zomaar. Het is echt, het is hier gewoon donker. Gelukkig heb ik een goede computer. Ik kan nog een beetje bewerken. Daarom. Ja. Fuck, dit is gewoon fucking nice hoor. Nou ja. Oké. Nee. Weer. Nu zijn we uit de garage, uit het schip. Als je kijkt. Het enige irritante kut is dat de winkels dicht zijn op zondag. Ja, maar... Behalve de Witte Olifant, alleen daar kun je geen eitjes kopen op zondag. Ja. Dat is kut. Ik vind het kut. Hé, de Bart Smit. Even kort. Bart Smit en Baas. Maar als wij filmen nu op zondag. Als je weer naar het verkeer kijkt. Niet echt zo superveel. Nee. Ik heb ze druk. Het was vanochtend nog minder druk. Ja, we kunnen oversteken. Dank wel. Ja. Maar ja, we hebben dus een hele goede hangplek. Dus 's avonds, weet je wel. Ja. Een beetje drinken en alles, maar we hebben een hele goede hangplek. Want zondag dus fucking leeg is. En 's avonds. Klopt. Kom maar mee, we laten hier zien. Oké. Okay. Nou, we zijn dus achter de vergemarkt. Er staat één auto, een Kia, een dikke jeep. Maar die is van de honden, van de dierenpaleis daarachter. Klopt. Achter de versmarkt is het gewoon fucking leeg nu. Moet je even zien dan. Hier de kar, kun je gewoon... Dit vind ik één dom. Is. Eén ding dom van de versmarkt. Dat is dit. Dat je laat zien. En hij is open. Gewoon alle dingen komt in. Wow, het stinkt hier. Zonder op slot te gaan. We kunnen zo bijvoorbeeld een kratje kopen. Wanneer we iets nodig hebben of zo. Gewoon pakken. Liggen nog genoeg druiven in? Ja, film maar even hier. Er zitten hier genoeg kratjes om iets mee te bouwen, jongens. Hier, ook hier. Pallets. Een oude machine. Fuck, een oude machine. Oh mijn god, zo'n draagding. Wow. En dat laten ze hier zomaar staan, hè? Gewoon een hek en ze laten ze gewoon staan. Moet je zien aardappelen? We mogen ze gewoon pakken. Ah, eventueel. Oude druiven. Ik zeg dat ik hier gewoon niet meer. Het is kapot en ze kijken er helemaal niet naar om ofzo. En nou, hier heb je oud papier. Daarom. Echt waar, het oud papier, echt waar. De mensen, als jullie dit zien, echt waar. Het is gewoon abnormaal hier. Het is echt gewoon dik abnormaal. We kunnen gewoon alles inpakken, alles inbreken.
Hek even dicht doen, is wel zo netjes. Ja, wel netjes. Niet zo. Maar. Nou, jammer, ik krijg niet dicht dan ook. Oh, er is een hond vermist. Oh, wat zie je? Een Shana Rauw, 40 centimeter hoog. Heeft u gezien? Neemt u dan SVP contact op. Tel 06-5348-4130 of 06-1511-5821. Dus mensen, als jullie het zien, even doen. Lijkt me wel zwaardig. Niet. Nee. Ja, anders, ik vind het best wel zielig, want het is echt een, lijkt me wel een mooi hond. Oké, okay, en dan nu. Tot straks, want we gaan hem even op pauze zetten. Let maar. Dat is het hoogste. Oké. Okay. We zijn hier dus. Op dit ding. Binnenkant van een flat, van een garage. Goedendag, ik ben hier. Daar is Mike. Doodsbang. Maar hou je maar goed vast, want dan kunnen ze vallen. Ja, echt maar als je hier we zitten nu al op een hele hoge... Hoogste is 3 hoogste. En dan gaan we verder en verder en verder. En verder. En verder. Oké, ga door. Ga door. Oké, ik blijf hier maar staan. Wow. Dat is diep. Nou, je kunt zien, hier is een garage. Dat kun je zien. Nee, een garage, meer een doorgang. Ja, meer een doorgang. Daar is een garage. Daar is Mike. Wow. En dit is ons uitzicht. Best wel leuk. Heel mooi uitzicht. Jammer, ik niet zo dun ben dat ik niet door kan. Oké. What's up? Uh-huh. What the fuck? Fuck, waar ben ik, jongen? What the hell? Wow, Niels, ben je daar terecht gekomen? Ik weet het niet. Ja, ik weet, we zijn eraf gegaan. Toen zei hij, hey, kom, we gaan eraf, gaan verder met de video. Ik sta eraf en jij ligt daar ineens. Oké. Ga ietsjes achteruit. Rennen achteruit, ja. Ik ga rennen. Okay, wacht even, ik zoom even in, dat is leuk. Aha, en ik sta hier heel gevaarlijk op zo'n dun dingetje waar ik ook nog opzij moet lopen. Als hij valt, is hij zo gelukkig. Ja, het is hier best wel grappig. Het leuke is, je kan eraf springen, je nek breken. Het is eigenlijk verboden terrein, je mag hier niet parkeren of wat dan ook. Je mag hier ook niet zijn, want als je goed kijkt, dit is de Rabobank. En als ze ons zien, dan vragen ze waar wij, wat wij hier doen, dus ja. Oké. Nee. Het is best wel grappig. Leuk. Nou, zoals Niels zei in de vorige. Daar, flat, achter de mensen. Jezus op de vet grappig. Je kan ook gaan liggen, je kan slapen. Een beetje doen. Kijk, zo, lekker dat je doet. Kun je erop opdrukken. Ook heel makkelijk. Oké. Dan gaan we nu weer. Ja. Neuken, ja, oké, het is ook mooi. Nou, nee, snap het wel. Gaan we nu verder naar de volgende. Gewoon een pauze, hè. Snap het. Dus. We zijn hier op Estel College. Op het gras. Kun je zien. Ja, kun je zien, Niels. Daar zijn de gymzalen. Hier gymmen wij heel vaak. Oké. Hoe vaak per week? Hoe vaak? 3, 4. Nou, 2 eigenlijk. Als je meer voor sportklas kiest, 4 keer per week. Dan mag je geen kleren niet vergeten. En waarom ben je hier naar Estel gegaan in een andere school? Nou, anders lijkt het mij gewoon te ver fietsen en ik heb nog een laag VMBO KGT. Dus. Andere woorden, je bent gewoon lui. Ja. Ja. En dus het grappigste hier aan, ja. Het is de Estel. Tje. Kloete FM. Kloete. Moet je even, dus mm-hmm. Verboden toegang artikel, werd artikel nog wat is dat, hè? Ja. Oké. Nou.
zijn dus op een S-hand. Ja. Deze doeltjes zijn net zo groot als mij. Ongeveer. Lala. En als je nou... Ik hoor iets. Maar ja. Als je nou keeper wil worden, ga je zo van boven zo, ja? En dan komt er een bal en zo... Bam. Maar dan moet je wel net zo groot zijn als het ding. Ja, kan ook. Maar... Vet ding. Daarentussen haat ik voetbal, dus kan het niet schelen. Ja, daar heb je het opengeknipte hek van mijn school naar Hesdal. Waar iemand zit? Nee. Ja, ik zie je een beetje opgeknipt overal. Waarom, nee. Denk jij? Ik weet niet. Ik moet rekenen. Dit is school, zeg maar. Oké. Okay. Dit is opengeknipte hek. Shhh. Volgens, afbraak. Oh, dit is een leuk beeld. Boeken. Nee. Kutzakken. En dan zo ben je op mijn school. School CW de Kap. Die van mij eigenlijk. Eigenlijk hoort Michael bij ons op de school te zitten. Maar hij blijft zitten. Groep 4. Ja. Kut. 5 toch? 4. Wel kut. Maar ja, beter hier was je niet. Oké. Ik was een vroege leerling. Ja, ik ben. Nou, dus ook mijn oude school. Ook mijn oude school. Ik zit nou in deze groep. Kan me een worst wezen wat er allemaal aan de deur hangt. Hier zit ik. Of in ieder geval, ik zit hier. De tweede tafel hier zo, waar die ene stoel op de kop staat. En daar de laatste. Die daar. Die. Ja, het stinkt een beetje. We gaan verder, maar... Het stinkt hier wel erg. Drie. Ja, ik weet niet. In groep 8 is de wc ook de hele tijd verstopt en zo. En er zit schimmel op het dak. Ja, dan zijn we hier dus lang niet geweest. Waarom? Chips! Leeg. Nou, zonde. Daar zit nog wat in. Oh wacht, die moesten we windmolens maken. Wacht even, volgens mij hangt die van mij er ook bij. Alleen die van mij is op mijn kop gehad. Wat zit er eigenlijk in? Pis of zo? Ja, ik denk het wel. Maar we zijn hier dus op de schoollijn. Van school CB de Kap. Eigenlijk waar je in het weekend gewoon normaal niet komt. Nee, het liefste niet in ieder geval. Dat het allemaal dicht zit. Ja, ik moet morgen nog een werkstuk inleveren over gedrag in de klas. En ik moet nog een hoofdstuk overschrijven. Oh ja, en ik moet volgens mij een week lang in de pauze nablijven. Hey. Ja, juf Monika. Godzienlijk. Ach ja. Wij hebben dan ook wel meester Sander. Goeie kerel, goede leraar. Goeie kerel. Beetje. Ja, er zit af en toe is niet goed, hè, in de bovenkamer. Maar hij is aardig. Als je streng moet zijn, is hij streng. Als hij aardig moet zijn, is hij aardig. Er zit soms een dreiging los. Ja. Net zoals wat jij vertelt op kamp. Ja, nogal. Ja. Beetje komiek, echt. Geniaal, hè. Hey, Jochie! Dat vond ik geniaal. Ja. Geniaal stukje. Of met de pen. Ja. Ja, dat was geniaal. Echt geniaal. Dit jaar gaan we weer op kamp. Wordt hopelijk ook geniaal. We gaan nu naar? Bij jullie niet vorig jaar geweest, maar het jaar daarvoor. Kan je nadenken? Ja, ook een jaar. We gaan er nu gewoon de auto's naartoe. Gaan jullie daarheen? Ja. Oh, dat is echt leuk, weet je. Dat is echt heel mooi. Heel mooi. Kano, weet je. Oké. Okay. Hopelijk niet weer van die blaren zoals ik vorig jaar had. Hier, die zijn vlak. Weet ik. Dus, dan weet je niet waar we hierna moeten heen gaan. Waar moeten we hierna heen gaan? Ik heb geen idee, maar ik weet wel dat het bloed heet. Ja. Nou ja, dit was dus het laatste stukje. Eerst wel. Voorlopig. Of misschien maken we nog een video onderweg naar huis of zo. Ja, denk ik zo. Zoiets. Yo. Hey, tot straks misschien nog, hè? Oh.